Yes, yes, ja. Het is maandag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het Charlie. We zijn op weg naar Artis. Zo, we zijn thuis gekomen. Charlie ligt te slapen. Sunny heeft thuiskantoor. Ja, volgens mij lekker rustig. En Sunny zei, je moet ook slapen, want je hebt onwijs een wallen. Die moest ik van haar even filmen. Het is meer van dat je dan ziet hoe serieus de situatie is. Ja, zelfs serieus. Ik ga zo even een powernap doen, maar even tussendoor. De Next Web Conference komt aan over een maand. Op mijn verjaardag trouwens, 9 mei, eerste dag van de conference op NDSM. Hey Google. Pause. En het gaat over de toekomst van technologie en internet. Je hebt sprekers van National Geographic, Reddit, Google, Facebook, heel veel andere interessante bedrijven. 2 volle dagen. En toen bedacht ik, laat ik iets leuks organiseren. Dus Boris en ik hebben bedacht dat als je een kaartje hebt en je komt erheen, dat we op de eerste dag om 4 uur gin en tonics gaan drinken in de zon. En dat we een Q&A doen over ondernemerschap. Dus Boris en ik zijn er sowieso. Als er niemand komt opdagen, dan zijn alle gin en tonics voor ons. Mocht je nou niet naar de conferentie gaan, ik heb hier een link hieronder. En dan kun je kijken wie komen er allemaal spreken en is dit interessant voor mij. En ik denk eerlijk gezegd dat als je ook maar ergens werkt, dan heb je te maken met het internet. Dan heb je te maken met innovatie. Hè? In elke business gebeurt er wat. Veranderen er dingen. Dus ik denk dat het heel interessant is om toch te gaan. Dus ben je zelfstandig ondernemer, kun je het aftrekken. Ben je niet zelfstandig ondernemer, kun je bij je baas gaan zeuren. Want dit is natuurlijk wel heel belangrijk voor jullie business. Ik hoop je daar te zien. De Next Web Conference over een maand. Eerste dag, 4 uur. Gratis gin en tonics. Zo, vol in het zonnetje. Hey Google, zet de timer voor 20 minutes. Oké, okay, 20 minutes. En that's starting now. Dan heb ik net cafeïne gedronken. Volgens mij heb je een incubatietijd van 20 minuten, maar... maar de baby had geen incubatietijd. Ik wilde net vragen aan Google hoe lang het duurt voordat cafeïne werkt. About 45 minutes. I think we're responsible for not just avoiding people who manipulate, but calling them out and penalizing them online. In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gieling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books podcast. Zo, het is dinsdag, zijn we Spaces. Ik ben mega gaar. Het is om 6 uur wakker. Charlie was om 6 uur wakker en ik dus ook. Goed. Het slaapgebrek, dat is oud nieuws, hè? Dat wordt een beetje boring nu. We zijn er weer. Hier is Spencer. We gaan vandaag produceren. We hebben veel voorstellen die we eruit moeten sturen voor mogelijke klanten. En ad hoc geloof ik wat afspraken. Misschien gaan we morgen weer terug naar Talpa. Ik weet niet of dat 100% doorgaat, maar daar moeten we ook wat voor voorbereiden. En nog wat andere dingen. Ik moet even mijn agenda in, even kijken hoe het ervoor staat. Zo, Spencer en ik hebben even wat to-do's van de lijst afgehaald. En heb je dat wel eens? Dan zit er zo'n taak in en dan wordt het steeds groter in je hoofd. Dit was een voorstel maken voor een potentiële klant. En dan wordt het steeds groter en steeds groter. En dan doe je er gewoon een week over. En om je zeg maar ertoe te zetten om het af te maken, dan moesten ook wel even wat dingen aangepast worden in een deck wat we meesturen. En uiteindelijk is denk ik opgeteld bij elkaar niet meer dan een half uur werk. En dan doe je een week over om dit te doen. Dan, ik vind dat altijd zo interessant. Dan wordt het zo groot in je hoofd, weet je wel. Net zoals een mail die wel eens in je mailbox heel lang kan blijven staan, omdat je een antwoord moet terugtypen. Wat in principe in 3 zinnen is gedaan, maar waar dan een heel verhaal, je hersenen maken er volgens mij een heel verhaal van. Ik probeer het altijd gewoon te overrulen door het gewoon gelijk te beantwoorden en gewoon niet te lang na te denken. We gaan bam, 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 beslissing maken, bam. Ik ben blij dat we het nu hebben gedaan. Het is nu 10:10. Spencer die gaat nu lekker hier lunchen bij Faisal. Ik ook. Maar we gaan uit elkaar. Want Sunny komt hier zo heen. En ik ga met Sunny deze hele middag en de hele dag morgen. We gaan Charlie zelfs wegbrengen naar Open Omen. Werken aan het online programma. Dan moet alles af zijn. En dan gaat de salespagina live. En dan gaan we het verder designen. Maar dan kunnen we in ieder geval alvast laten zien waar het over gaat. En potentiële mensen het verkopen. Nou, welkom in mijn kantoor. Hi, Lucie. Lekker samen knallen. We hebben de hoofdstukken verdeeld. We werken ook samen met Trello. Dus we hebben alle hoofdstukken die we schrijven voor het online programma hebben we onderverdeeld. En ik schrijf een hoofdstuk af. En dan gaat Sunny weer checken. En dan gaat zij nog toevoegingen doen. Dan ga ik hem weer redigeren. En zo pushen we hoofdstukken eruit. Zo, het is alweer 6 uur. Sunny en ik gaan even door. Spencer zit hier trouwens achter. Hier. Met Esther, die gaan samen een training voorbereiden voor Toms. Daar ben ik eigenlijk heel erg trots op. Ik ben vanavond trots op Spencer, want we hebben Toms geclosed. Die is nu klant van Culture Builders. En
Hij gaat die training, is hier nu aan het designen, gaat hij doen samen met Esther. Alsjeblieft op de slot zetten dat je mama en vrouw jouw tas aan het vasthouden, zodat jij je camera vast kan houden. Zodat ik kan vertellen? Ja, ja, ja. Oh, dit is zeg maar backstage, hoor. Ja, dit is reality. Ik hoop dat Esther achteraan. De offers van de familie worden gemaakt voor de vlog. Ja. Doei, Sven. Ik ben meegetrotst dat dat ons hebben gekloost. Oh ja, nee, dat was ik aan het vertellen. En Spencer doet die training samen met Esther. Esther is in contact via Spencer. En het leuke daaraan is dat we dus, als zij die training samen doen, dat we weer leren samenwerken met andere mensen. Die zich eventueel bij ons kunnen voegen, bij onze missie. Om het maandagmorgen gevoel uit te roeien. Wat zei je, Sunny? We gaan nu even Walking Dead kijken en deze fucking taart eten. Want we hebben net heel gezond, ik neem de vlog even over. We hebben heel gezond gegeten, een heel erg salade van sla. Met heel veel eiwitten. En toen zei ik in één keer, ik heb zin in sticky toffee cake en red velvet. En nou is het zo dat ik al 30 keer had gedacht, laten we taart bestellen. Maar Jorg die is dan degene die het ook echt doet. Oké, dus het is een soort van, Jorg krijgt nog alsnog de schuld dat er taart op jouw bord ligt. Nee, maar ik weet goed, niet. Goed, en ik zal erbij wel op, geen probleem. Hoe is deze taart? Heel lekker. Taart. Maar waarom hebben we taart? Omdat we vandaag de hele dag aan het online programma hebben gewerkt. De salespagina is af. En weet je wat je ook kan weten? Dat ik alle taart al heb opgegeten. Hey, motherfucker. Yes, en de vrijdag begint met volle bak zon in mijn gezicht. Spencer is al naar binnen. We hebben vandaag een training hier. Niet een training die wij geven, maar een training die wij volgen van Floortje Lopez. Misschien heb je er gezien, 2 vlogs geleden. En het gaat over profit with purpose. En het gaat dus over je bedrijf. Hoe zet je jezelf neer? Hoe positioneer je jezelf? Hoe behaal je winst? En hoe zorg je ervoor dat dat niet ten koste gaat van je tevredenheid? Nou denk ik, en dat is gevaarlijk, nou denk ik zelf dat ik er heel wat van weet. En ik weet dan bij mezelf, als ik in die mindset zit, is het allergevaarlijkste dat je gaat denken, ja, maar dit weet ik allemaal al. Dit is niks nieuws. Goed, ik weet heel donders goed dat ik ook nogal wat blinde vlekken heb. Dus daar ben ik vandaag heel erg benieuwd naar. Ja, wat vond je ervan? Wat haal jij eruit? Balenergie. Balenergie inderdaad. Ja. Het was voor mij in de ochtend, maar omdat ik niet heel veel had geslapen was, even zo bam! En ik had toch een dubbele espresso hierop. Ja. Echt een salesbeuker is het. Ja, dat heeft me wel. Wat is één ding wat je zegt, oké, dat heb ik nou echt meegepakt voor Culture Builders? Nou, we moeten een downsell hebben. Ja. We hebben echt een downsell nodig. Dat is heel vaak als wij bij klanten zijn, dan willen we in één keer een heel cultuurtraject verkopen. Ja. Weet je, dat kost dan 30.000 euro. En dan zijn we er ook wel echt heel lang. Ja. Maar dan hebben we nu al een paar keer gehad dat we dat dan uiteindelijk net niet verkocht hebben. Ja. En dan moeten we eigenlijk dus iets hebben van, weet je, oké, ik snap dat je dit nu nog niet aankan. Maar we hebben ook iets anders heel moois voor je. Weet je, dat kost 5.000 euro, dan kunnen we morgen beginnen. En dat duurt een stuk korter. En die moeten we gewoon hebben. Ja. Nou, hebben we nog niet. Nee. Ja. Nou, je moet echt een menukaart hebben, een ladder van upsells en downsells. Wat ook mooi is, als je iets hebt verkocht, moet je ook weer een upsell hebben. Dus je kan zeggen, oké, zijn nu hier, maar wat ik ook nog voor je heb. Ze heeft heel veel van dat soort tips inderdaad. Ook, wat ik ook heel mooi vond, is niet te veel verkopen op wat jij denkt dat de klant nodig heeft. Of wat je weet wat de klant nodig heeft, maar wat ze willen. Dat is een subtiel verschil. Ja. Maar vond ik wel een belangrijk verschil. Want soms zetten we heel erg van, ja, elk bedrijf heeft een goede cultuur nodig. Ja. En well-being en dat soort dingen. Maar uiteindelijk zit die ondernemer misschien wel van, ja, maar ik moet nu gewoon zo snel mogelijk veel geld verdienen. En dan moet je daarop je programma verkopen. Ja. In plaats van op wel. Maar ik vind het wel grappig, want ik vind het ook heel erg tegenintuïtief. En daarom blijft het ook al plakken bij mij. Ja. Dat ik denk, hoezo verkopen wat ze willen. Ik moet ontdekken wat ze nodig hebben, wat hun probleem is. Dus ik zit er nog wel een beetje mee te puzzelen. Maar ik denk dus inderdaad wat zij zegt, van, hey, dat is de ingang. En daarna moet je echt kijken van, joh, wat is nou echt een echt probleem. En dat gaan oplossen. Ja. Ja, mooi. Als je dit interessant lijkt en je bent voor jezelf begonnen, je bent nog bezig of je wil voor jezelf gaan beginnen, denk ik dat dit een hele toffe dag is om te doen. Gaat je 100% zeker verder helpen met vragen als, hoe moet ik me positioneren, wat moet ik allemaal doen om succes te behalen. En zij heeft eigenlijk een programma om 100.000 euro per jaar te verdienen. Dat is wat zij zegt, er is geen reden, als je het goed neerzet, om 100.000 euro niet in een jaar te verdienen.